De leden van een Rotary die steunen op allerlei manieren hun medemens. Ja, dat is ook zo bij de Rotary Club in Capelle aan de IJssel. Samen met de Stichting Vrienden van het IJsseland Ziekenhuis hebben ze 30.000 mondkapjes uit China gehaald. Want daar was heel veel behoefte aan, zowel bij het ziekenhuis als de huisartsen in Capelle aan de IJssel. Mondkapjes zijn dingen die wij als huisartsen in ieder geval niet standaard in grote hoeveelheden aanwezig hebben. En het leek recht op dat we nog maar voor een aantal dagen kapjes op voorraad hadden. Voordat we de keuze moesten maken, gaan we wel of niet zonder beschermingsmiddelen werken. De 30.000 mondkapjes zijn verdeeld over 24 Capelse huisartspraktijken die nu weer enkele weken vooruit kunnen. En niet alleen de huisartsen zijn geholpen, ook meerdere thuiszorgorganisaties en verpleeghuizen hebben voorraden gekregen van de Rotary. Een van onze leden heeft contacten, handelspartners in China. En hij had gewoon, toen daar de ellende begon, gewoon eens geïnformeerd naar China van joh, kan ik iets voor jullie doen? Ik bedoel, we werken samen. Nou, op dat moment hadden zij niks van ons nodig. Maar toen het hier begon, toen werd hij gebeld of gemaild van ja, kunnen we dan wat voor jullie betekenen? Dus hij denkt van mondkapjes, hebben jullie soms mondkapjes? Nou ja, daar hadden ze. Ik hoor je al denken, leuk zo'n club die zich inzet, maar dat is hun taak toch helemaal niet? Tja, dokter Van Oort legt uit dat het voor sommige particulieren gewoon makkelijker is om aan kleinere partijen mondkapjes te komen dan bijvoorbeeld voor een overheid. En daarnaast is het in de praktijk gewoon heel lastig om huisartsen voor een aantal weken te bevoorraden. Zo'n particulier initiatief maakt het voor ons wel mogelijk om gewoon wat langer vooruit te kunnen denken en werken. Ja, dan zijn we natuurlijk heel blij met dit soort initiatieven voor onze gezondheid en voor de veiligheid en gezondheid van onze patiënten.